Goedemiddag, ik ben Janine. Ik bevind mij hier in het Sint-Catharina Begijnhof te Diest. En ik ga jullie een Vlaamse meester in situ voorstellen. Komt in mijn hof mijn zuster bruid. Dus boven de ingangspoort staat besloten hof. En dat is een tekst uit het Hooglied van Salomo. Het was zo dat een vrouw in de middeleeuwen niet echt veilig in de stad was. Dus ofwel moest zij luisteren naar haar echtgenoot ofwel naar haar vader. In 1245 weten wij dat er al vrouwen waren die dus samen gingen wonen in de stad. Dat zijn jonge vrouwen vooral in het begin, uit de rijke burgerij. Zij mochten hun rijkdom meebrengen, maar we mogen niet vergeten dat zij drie geloftes aflegden. Ten eerste van gehoorzaamheid. Een tweede was een tijdelijke gelofte van kuisheid. Als je even naar een man keek, kreeg je al straf, hè? Ja, dan moest je gaan aankloppen. Sorry, ik heb gezondigd. En een derde gelofte was wel het sober leven. Ik vind een vrouw die haar leven leidt zoals het graag wil leiden, dat dat heel belangrijk is. Dat zou mij zeker aangesproken hebben, omdat ik vrij zelfstandig van aard ben. Die vrouwen beslisten tenslotte over hoe zij wilden leven. Dat was een vrij rijke gemeenschap, zeker en vast. Want je kan dat dus zien aan de huizen. Je kan dat ook zien aan de kunst die zij in hun tijd aankochten. Ziezo, we zijn aangekomen bij onze Vlaamse meester Theodor van Loon met de vier evangelisten. Theodor van Loon heeft dus de vier evangelisten afgebeeld met hun respectievelijke symbolen. We hebben daar de adelaar die bij Johannes staat, de leeuw bij Marcus, de mens of de engel bij Matthäus en dan de os bij Lucas. Dat zijn de symbolen van de vier evangelisten. Dit is Marcus, een van de vier evangelisten. En we zien hem aan het evangelie schrijven. En zijn symbool ligt aan zijn voeten, een leeuw. En ik heb de indruk dat hij vrij vriendelijk kijkt. Wat wij niet altijd verwachten van een leeuw natuurlijk. Hè. Dat is een woest dier, een wild dier. Maar ik denk dat misschien Theodor van Loon nooit geen leeuw gezien had. En wel eens een afbeelding tegengekomen is, een prent. En daardoor dus die leeuw zo geschilderd heeft als een vriendelijk dier. Hij kijkt ook wel heel vriendelijk, vind ik. Uit het Hooglied, uit het Oude Testament. Van honing druipen je lippen, mijn bruid. Honing en melk is het onder je tong. De geur van je kleren is als de geur van Libanon. Een gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten hof, een verzegelde bron.